Zou jij me vloeren als ik hier om 3 uur 's nachts een frikandel in mijn mond? Wij gaan lekker een snackje eten. Ja, ik heb het gehoord. Waar heb je zin in? Oké, mijn go-to is altijd een broodje kaassoufflé met mayonaise. Dus lekker. Ik denk dat we daarvoor gaan. En het is een beetje koud, dus mag ik er een kopje thee bij? Heerlijk, goede combinatie. Ik vind het een goede combinatie. Oké. Ik ga ook voor de kaassoufflé, maar dat komt alleen omdat jij niet op het menu staat. Hi. We beginnen met wat snelle dilemma's. Spannend, hè? Curry of ketchup? Oeh, ketchup. Weer vlees eten of weer met het vliegtuig? Vliegen. Vliegen minder, veel minder erg dan vlees eten, ja. Wil je liever wereldvrede of liever klimaatverandering opgelost? Hier lig ik 's nachts wakker over. Ik weet het niet altijd. Dat dacht ik dus al. Het mooie is, als je het ene oplost, los je het andere ook op. Het is een slimme vrouw die ik hier naast me heb, dat helpt. Ik heb vernomen dat jij, je kaassoufflé op een bijzondere manier eet. Top je eraf, kaas eruit drukken en dan kan je de friet daarin dopen. Oh ja. Heet maar fucking lekker. Goed hè? Oh, ik wist dat er in een kaasvlees maar iets van 6% kaas zit, dus het is bijna vegan. Is dit jouw argument elke keer dat je naar de snackbar gaat? Ik ben bijna vegan bezig. En ik wil heel graag vegan worden, maar ik doe af en toe zeg maar dan zo een maand en dan gaat het goed. En dan denk ik toch, nee, kaas. Jij hebt ook een kat. Ik heb zeker een kat. Een hele lelijke. Ja? Hoezo is hij lelijk? Een van zijn ogen is een beetje onderontwikkeld en hij is heel dom. Dus hij gaat hij springt heel vaak bij andere mensen in de auto. En dan gaat hij gewoon zo op de stoel zitten. En hij ligt altijd gewoon zo. Dat klinkt als een heerlijk bestaan. Ik zeg je heel eerlijk. Maar hij komt uit de buurt van Tata Steel. Dus we denken dat de fabriek Tata Steel ervoor heeft gezorgd dat hij een lage heeft. Is jouw kat ook vegetariër? Vraag ik me af. Nee. Oh, vraag ik me af. Hoeveel vlees zit er in die kattenbrokjes? Kijk, ik wil je niet hypocriet noemen. Maar dit was wel een mooi bruggetje om te maken. Het lijkt me heel moeilijk als je klimaatactivist bent om niet hypocriet te zijn in sommige dingen. En dat is dus precies ook het hele punt. Je kan niet perfect zijn, want we zitten soort van allemaal gevangen in het systeem. En je moet zeg maar alles daarin doen wat je daarin kan doen. Dus anders reizen, mijn kleren zijn altijd tweedehands, dat soort dingen. Geen vlees eten, je kan al die dingen doen, maar je kan het niet perfect doen. En dat laat precies zien dat het systeem kapot is en niet de mensen daarin. Dus je zegt eigenlijk, het is bijna onmogelijk om niet hypocriet te zijn. Je bent niet hypocriet, je kan gewoon niet perfect zijn binnen dit systeem. En dat laat precies zien wat er mis is met het systeem. Dan moet je stoppen met ademhalen. Ja. Dan stoot je geen CO2 meer uit. Nou, zullen we? Het lijkt me wel moeilijk om dan te bedenken waar is die grens. Want jij zegt, nou, kaas is een grens in ieder geval. Het is een beetje zonde om daar tijd en aandacht en moeite de hele tijd aan te besteden. In plaats van aan het grotere verhaal. Linnen tasjes gaan de wereld niet redden. We hebben echt grootschalige actie nodig. Papieren rietjes gaan de wereld niet redden. Daarmee haal je de aandacht echt weg bij waar het echt om gaat. En dat is, wie zijn die grote vervuilers? Welke verantwoordelijkheid hebben ze? Welke spullen soort van dwingen ze ons bijna om te kopen met al die duizenden reclames die je per dag ziet? Ik weet dat jij een bruine band hebt in karate. Zou jij me vloeren als ik hier om 3 uur 's nachts een frikandel in mijn mond zit? Ja. Nee, want het gaat niet per se om jouw persoonlijke acties. Zou je niet vloeren? Zou ik je kunnen vloeren? Dat weet ik echt niet, want ik heb het al lang niet gedaan. Het is wel een beetje het imago toch van de klimaatactivist dat je drammerig bent. Ben ik ook. Het is niet meer de jaren 70 waarin we rustig soort van met een afbouwpad konden komen om een leefbare toekomst veilig te stellen. We zijn gewoon op weg naar 3 graden opwarming. Dat betekent dit, maar dan 100 keer erger. Dat was mooi. Dus daarom moeten we drammen, wil je zeggen? Ja, 100%. Dus ik weet ook dat wat ik doe bloedirritant is. Ik zou ook liever... Fijn dat je dat jezelf bewust bent. Ik zou ook liever in de snackbar willen zitten iedere vrijdagavond. Zit jij eigenlijk wel eens op vrijdagavond laat na de kroeg in de snackbar? Ja, dus wat ik doe is of ik lig zeg maar gewoon om 8:30 op de bank met vriendinnen in het weekend. Of ik ga all the way. Er is geen in between. Nee, er is niet zo'n 3 drankjes. Maar ik moet wel zeggen dat het vaker voorkomt en helemaal in de winter. Dat we met z'n allen op de bank liggen en dan is het iedere keer weer... Nee, maar vanavond gaan we echt uit. En dan redden we het nooit. Ik hou wel echt van uitgaan. Mits het met slechte muziek is. Dat is nou echt de allerbeste vrijdagavond cranker waar je echt zeg maar op de bar danst. Oké, Busy. Ik hou heel erg van ABBA.
Oh, oké. Okay. Een paar knallers daarvan. Dat ene liedje van... Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Dat is alleen maar boef, 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 boef. Dat vind ik niet leuk. Dan is Hanna weg. Dan ga ja, ik weer naar duidelijk. Huis. Duidelijk. Ja. Ja, dan ga je weer lekker onder het dekje zitten. Met de kat zo. En wat staat er dan op de tv? Ja, Gooi ze vrouwen. Heel leuk. Say Yes to the Dress. Married at First Sight. The Bachelor. Oeh. Ja, ja, ja. Ik hoor. De knallers. Is slechte muziek en slechte tv. Heb jij eigenlijk wel smaak, Hanna? Ik lees ook nog af en toe een boek. Soms denk ik... Mijn werkende mind moet even turned off zijn. En dat kan met domme slechte dingen. Ja. Als je eenmaal soort van weet wat er met de wereld aan de gang is en wat er nog gaat komen, dan kan dat ook heel beangstigend zijn. En dan moet je allemaal even manieren zoeken om daarmee te dealen. En één daarvan kan echt best wel zijn naar hele domme dingen kijken. Kijk, en dat is ook gewoon echt heel erg fijn soms. Ben het helemaal en sommige dingen zijn gewoon echt leuk. En dan wil ik als allerlaatste ding nog zeggen, jij schreef een boek en dat heette... Ja. Je bent jong en je wil wat toekomst. En mijn vraag is eigenlijk, zie je ook een toekomst tussen ons? Of? Zeker.